Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau. We hebben net gesproken bij de startconferentie van het Ben Sayed Centrum. Wat zijn nou de grootste opdrachten bij de ontwikkeling en de innovatie in de langdurige zorg? Nou, misschien is eigenlijk wel de belangrijkste conclusie dat de langdurige zorg veel meer over kwaliteit van leven dan over kwaliteit van zorg gaat. En dat we eigenlijk echt een kanteling moeten zien te maken. Dat het niet alleen maar gaat om het verbeteren van medische handelingen of het verbeteren van de medische beroepsgroepen of de curatieve zorg. Maar dat het juist eigenlijk gaat over care, maar ook alles aan sociale relaties en sociale omstandigheden rondom die zorg. Daarom zou ik als belangrijke boodschap voor het centrum willen meegeven. Maak dat onderscheid, kwaliteit van zorg, want het gaat daar ook over natuurlijk. Maar vooral ook kwaliteit van leven. En wat je dan allemaal aan innovaties voor elkaar kunt krijgen. In wijken, in buurten, familiezorg, ondersteuning van mantelzorgers. Ik denk dat dat hele belangrijke vragen zijn waar we zitten te wachten op praktijk handvatten, zou je kunnen zeggen. Ja. En daarbij zou de zorg rekening moeten houden met 4 soorten kapitaal van mensen. Het persoonlijke, het economische, het culturele en het sociale kapitaal. Ja, het gaat dus niet alleen maar om geld, maar het gaat ook over de vraag of mensen netwerken hebben. Of je op iemand terug kunt vallen als je dat nodig hebt. Dus dat is bijvoorbeeld de mantelzorg. Maar het gaat er ook over of mensen buitengesloten worden. Als je dementie hebt, om maar iets te noemen, wordt je wereld steeds kleiner. Dat betekent dat je steeds verder vereenzaamt en je je ook heel erg buitengesloten kunt voelen. Zeker als mensen, terwijl je in huis zit, net doen alsof je er niet bent en om jou heen praten. Dat zijn allemaal hele kleine dingen die de wereld van mensen heel klein kunnen maken. En waar we naar nieuwe benaderingen toe moeten. Dus ja, het gaat niet alleen om, kan ik de zorg betalen? Ook heel belangrijk, maar het gaat ook om de netwerken, de benadering van mensen en eigenlijk ook om een menswaardig leven. Ja. Nu wordt het steeds moeilijker, want de afstand tussen de hoog- en laagopgeleiden groeit. De afstand tussen de mensen in minder geschoolde banen en hoogopgeleide banen die groeit. Wat kan de zorg, de opleiding en de wetenschap daar aan veranderen? Ja, het is wel een zorgelijke trend die wij als Sociaal en Cultureel Planbureau al een tijdje zien. Dat we zien dat de verschillen tussen hoog en laag opgeleid groter worden. Dat vertaalt zich ook in gezonde levensverwachting, in de leefsituatie van mensen. Dus het klopt, er is een groep aan de onderkant, dat is vaak wat lager opgeleid, maar dat zijn ook mensen met licht verstandelijke beperkingen die eigenlijk een steeds grotere stapeling van problemen kennen. Nou, de agenda voor de wetenschap is natuurlijk om de kwaliteit van leven van deze groep goed te volgen en naar nieuwe oplossingen, naar innovaties te zoeken. En die zitten dus, wat ik daarnet zei, niet altijd in betere zorg, in instellingen, in verpleeghuizen, maar soms in een betere inbedding thuis of in de buurt of de wijk of misschien een wijknetwerk waar je bij aan kunt sluiten, zodat je leven weer wat ruimer en rijker wordt dan dat het steeds kleiner wordt. Dus we zijn in de agenda voor de wetenschap, maar ook voor de praktijk heel erg op zoek naar innovaties, zou je kunnen zeggen. Wat ik voor opleidingen heel erg belangrijk vind, is dat je eigenlijk toe moet naar een nieuw perspectief op hoe bijvoorbeeld vrijwilligers met professionele hulpverleners samenwerken. Dat betekent voor beide iets. Het betekent voor professionals dat je moet nadenken dat het protocollen waar langs je werkt misschien op dit moment wel iets anders uitwerken in de praktijk als je er ook vrijwilligers bij moet betrekken. En je moet elkaar in waarde laten, maar je hebt elkaar allebei nodig. En daar zoeken naar nieuwe manieren van werken. Overdracht van informatie en dossiers, want dat is dan ook nodig. Op tijd aan de bel trekken. Dat je het ook durft te zeggen als vrijwilliger of als mantelzorger. Nu kan ik het even niet meer aan. Dat zijn allemaal dingen die we in de agenda, en daar kan het Ben Sayed Centrum een ongelooflijk belangrijke rol in spelen, in kaart moeten brengen en naar nieuwe oplossingen moeten zoeken. Dankjewel. Graag gedaan.